Kijk, we hebben een hele mooie verrassing voor je. Shirtjes van jou met mijn achternaam erop. En je mag zondag naar de wedstrijd komen. En dan loop je waarschijnlijk ook met mij het veld op. Ja. Blij? Mag je een knuffel geven? Ja, zeker. Lieve Brian Brobby. Mijn kleinzoon Sam woont bij ons in huis en we hebben verschrikkelijke jaren achter de rug. Sam bleek een kwaadaardige tumor in zijn hoofd te hebben. Met spoed is hij geopereerd. Het was kantjeboord. Er volgde een heftig jaar, vol zware behandelingen. En Sam heeft zich er dapper doorheen gestreden. Langzaamaan proberen wij nu de draad weer op te pakken. Ik zou hem zo graag in het zonnetje zetten, want ik ben verschrikkelijk trots op mijn dappere kleinzoon. Sam is de allergrootste Ajax-fan. En hij droomt ervan om ooit een keer jou in het echt te ontmoeten. Hij is zelf bezig om met rap over jou te schrijven. Wil je me alsjeblieft helpen om Sam een onvergetelijke dag te bezorgen? Liefst Esther, de oma van Sam. Oh, dit is wel een heftig verhaal hoe ik het nu lees. En als hij hier bij Ajax komt, gaan we samen zijn droom laten uitkomen. 150. Kijk door. Voor deze verrassingsdag hebben we Sam wel eigenlijk een beetje voor de gek gehouden. Brian Brobby is op dit moment een van de sterkhouders bij Ajax. Mijn favoriete speler. Ja, jouw favoriete speler, absoluut. Hij zat dus lekker te kijken en opeens hoorde hij zijn naam. Zeer, zeer populair deze Brian Brobby bijvoorbeeld. Bij de 11-jarige Sam uit Naar de Bussen, die is werkelijk een superfan. Wat is dit? Grootheld ooit te gaat ontmoeten. En Sam wil echt dat die droom uitkomt. Ja, we gaan voor je duimen, Sam. We gaan vast goedkomen. Uiteindelijk de aanhouder wint. Dat was het. En hij was echt helemaal ondersteboven. Hij begreep niet wat er aan de hand was. Dat is wel heel mooi. Goedemorgen, Sam. Hoi. Hoi. Goeiedag. Ik ben Sjaak Zwart. Heb je er wel eens van gehoord of niet? Ja. Nee. Ja! Ja, wel? Dat is de meneer Sjaak Zwart. Sam, ik heb gehoord, je hebt een hele moeilijke tijd achter de rug. Maar ik weet ook, je bent echt een Ajax-liefhebber. Jazeker. En daarom kom ik je namens Ajax aanbieden dat je vandaag een hele mooie dag krijgt bij Ajax. En hier heb ik een paar cadeautjes voor je. Dank u wel. Ja? Heel erg bedankt. Ik zit gewoon met de enige echte Sjaak Zwart in de auto. Ja, mooi. U heeft toch met Cruijff gevoetbald? Ja, nee, andersom. Cruijff heeft bij mij gespeeld. Oh, ik ben echt zo blij. Ja. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Dit is de mooiste. Ja, en het is de mooiste. Goedemorgen, Sam. Met de grootmeester zelf. Traditie, elk bezoek moet even de power hill. Kom, even je gaan. Ziet wat dit met een kind kan doen. En als dat je eigen kleinkind is, ja, dan val je gewoon even stil. Dan denk je, ja, dit, dat ontroert. Even kijken of je nog een paar spelers kent. Hi, man. You okay? You have a good day? Oh, die Sam, we hebben een speciale gast vandaag. Speciale gast? Hoe is dat? Ja, goed met jou? Koud weer meegenomen, jongen. Koud. Lekker, hè? Hey. Is goed, jongen? Ja. Hey, Jim. Mag ik een foto? Sam, je zet kopje in. Dankjewel. Zie je grap. Ik ben echt blij. Ja, mooi hè? Hey Sam. Dat is Brobby. Aangenaam, Brian. Ik ben Sam. Ik heb gehoord dat je heel goed kan voetballen en rappen. Ik heb ook gehoord dat we een spelletje gaan spelen. Ja? Zodat je beter kan rappen. Dat hij echt dacht van wauw, Brian komt hier voor mij. Dat was geweldig om te zien. Is je dag goed? Kom maar lekker mee. Hoe oud ben je? 12. Over 2 jaartjes heb je een vriendin. Ja, ik denk het. Ik hoop het. Hij is natuurlijk heel erg ziek geweest. En ik ben ook heel blij dat het nu goed met hem gaat. En daar zouden we met z'n allen God danken voor, denk ik. Dus, En wanneer je schiet in die rondje, kan je rappen. Met een dood nassietje. Toekomst, Brobby's, prikken, kampioen, broers. Welke ga je? Ik ga voor Brobby's. Doe maar. Oeh, ja! We hebben nu 2 woorden. Brobby is kampioen. Mag ik nog 1 woordje erbij doen? Ik schiet niet op u, hoor. Ik schiet niet op u. Rustig aan. Ja. Kan je ermee rappen nu, denk je?
Robbie die is gereleased en hij doet nu een niche. Hij eet van die nasi, het is meer een passie, je weet. Hij is kampioen geworden met Ajax. Hij is aan. Lekker. Goeie rap. Dankjewel. Goeie rap, ben aan. Als je hem nu ziet voetballen, is heel erg happy. Eigenlijk kon hij iedereen uitkiezen, maar hij koos mij uit. Leuk. Kijk, we hebben een hele mooie verrassing voor je. Shirtjes van jou met mijn achternaam erop. En je mag zondag naar de wedstrijd komen. En dan loop je waarschijnlijk ook met mij het veld op. Ja. Blij? Mag je een knuffel geven? Ja, zeker. Vertel het zeker aan mijn moeder, dan vertel ik alles. Ja, ik denk dat ze ook blij gaat zijn. Ja. Zou ze gaan binnen? Tuurlijk. Goedemiddag, welkom vanuit de Johan Cruijff Arena. Sam is dolgelukkig. Ik heb vandaag gezien hoe hij met zijn ogen elke keer bijna uit zijn hoofd rolde. Van blijdschap en enthousiasme. En daar doe ik het voor. Hij verdient dat. Hij verdient dat gewoon echt. De geconcentreerde blik van Brian Brobby. Johan Cruijff Arena goed gevuld voor een wedstrijd. Ajax, Utrecht. Hij was goed, hè? Sosa. Hij is echt in de kom. Goed meegeven, Brobby. Dit is zijn kans door de benen raak. Kom op, man! Kom op, Brobby! Ik heb hem aangezet! Ajax verslaat Utrecht met 2-0. Heel mooi. Maar het doelpunt was voor hem ook. Ja. Ik ben blij dat het me is gelukt. Vriendenloterij. Maatschappelijk partner Eredivisie.